soms vergeet ik. En dan blijf ik niet altijd als je het ziet, hey, shit, en dat weet ik. Maar ik vergeet de weg kwijt in het verwaard, een zwakke smoes, maar dat is het toch altijd. Vandaag zit hier op de veerboot van Hemingse Verbazen. Ja? We gaan vandaag eens een keer de Nederlands interviewen. Hé, Richie, hé, Richie. Is dat wel makkelijk? Ja, heel goed, heel goed. Heel goed. Heel energiek. Verontrustend. Wanneer zijn jullie begonnen met muziek? Dat is 10 jaar geleden. Dat was mijn man. Dat was nog wat amateuristisch en zo. Ik wil zeggen, ik gebruikte geen dialect. Ik dacht, ik doe dat vooral gemeen daar een beetje en zo. Dus in die jaren veel veranderd en zo. Dus maar 10 jaar eigenlijk. 10 jaar? Oké. Okay. Welke projecten zijn er nog mee bezig? Nog altijd onderweg een beetje en dan met deze vlogs en zo, maar dat is misschien wel aan het afsluiten eigenlijk. En dan is de bedoeling dat een EP psychiatrie komt. We hebben al goede contacten genoeg en zo, dat wil eens. Maar we hebben toch iets zekerlijk en zo, en er komt ook een vlog van en zo, dus ja, dat wil eens. Iets zekerlijk, dat is de naam. Ja, het wordt iets bieter, ik zal het zo zeggen. Het wordt iets bieter. Lieve mensen, welkom allemaal. Nu zit ik hier te speechen in een volle kathedraal. Ons paasje is gestorven, nu is ze er niet meer. Laat de tranen naar me komen, ons hart dat doet zozeer. Het was hem wel gegund, geroepen tot hierboven. Je zei ik wil nog leven, dat wilden we geloven. Het gevecht duurde een jaar, plots ging alles snel. Een kruisje op haar of een kus en dan vaarwel. Ik weet wel, hoe plotsten na de zeer. Maar altijd konden lachen, je wordt een toffe peer. Bedankt. Want dat waren de momenten, elementen, fragmenten, fundamenten, sentimenten. Voor alles complimenten. En doe ze er de groetjes, als pa kennende. Met berens op de hoedjes en ook nog alle toetjes. Het was alles tot het laatste. Vaarwel, vader. Een knipoog en het beste. Wat is voor haar het schoonste nummer dat je hebt geschreven? En welke rapper zie je het eerste in de groep? Dat zijn twee vragen die het schoonste liedje dat ik zelf heb geschreven, dat vind ik moeilijk. Misschien is dat deze album toch iets. Misschien gaat dat toch iets, omdat je ook zelf zeker vindt en zo. Dus misschien gaat dat toch zoiets. En welk liedje? Die intro. Zo, de intekst is die dat gaat iets zijn. Intro, de name die komt eraan, dat is come on. Dat wil ook iets speciaal, denk ik. En zo. Ja, dus, het zijn fantastische maar zoals ik dat wapen gedaan, een beter weten. Dat was een tof nummer. MC De Wheeler, dat is dat andere regel. Dat vond ik ook geweldig. Dus. En dan een rapper waar ik naar op zin. Internationaal is dat echt vooral NF. Nou, die vind ik echt wel. Eminem natuurlijk, die vind ik ook echt wel goed. Snoop Dogg en zo, echt de old school vooral. Ice Cube en zo, Exhibit, meer de dingen 50 cent en zo, dus dat wordt ik wel een keer. En van, dat mag. En de National, Holland zo, dat is ook de Frisco, dat vind ik goed. Dat is een veel naar later, dan moet ik ook boven zo kunnen proberen, respect en zo, zeker en vast. En dan, maar de Belgische gewoon toerist of zo, dat is echt wel denk ik. Ja, dat is goed. Waar zie je de Nameless Productions binnen 5 jaar staan? Toch mee aan de top? Voilà. Mij zo aan België, we willen dat wat promoten, zo'n beetje iets aan hier in Holland en zo, waar we de klote zien van wakker. Plots 2. Ja. De Nameless nog eens, plots 2. Prachtig. Want daar is het niet. Dus weet je ook eens even naar boven. Onze weer, even tot aan Lizzie's. Beste vriendinnetje van België. Zullen we misschien eens even zien? Ze is er nog niet. Het is nog toch, godverdomme. Maar is ze er niet meer? Nee. Beste friteur van België. Mijn hart, deze zeer. En ik denk, keer op keer. Was alles maar anders en we deden het opnieuw. Was alles maar zo simpel, maar nou is het er niet meer. Ik denk constant, mijn hart dat stond in brand. En ik smoke om te vergeten en al dagen niet geland. En ik denk, keer op keer, had ik maar nou is het er niet meer. En ik vergat, schreef de tekst in klad. Weet niet meer wat ik schreef, maar ik schreef dan elk blad. Dankjewel. En dat is een heel belustend, of? Dat ik Ja, maar het clipje ook en zo, maar ik zal het anders eens allemaal laten zien. Ja, ik vind het tof! Heb je dat gezien? Absoluut. Oké, dat wist ik niet. En ik zei speciaal nog even kijken op wat je zender met. Ah ja, met die. Ja, oké. En dan hadden we ook mensen
tantjes van mij, die hadden het gezien. Dus die hadden ook mensen die zeggen, zijn jullie club? Dus dat was keihard. Die hadden ook een filmpje zitten. Ah ja, dat is heel goed, dat is heel goed. Tof. Oké, bedankt. Dankjewel. Ja, ik zit er nog niet op. Nee, maar ik heb gezegd, beste friteur van heel België in Oostenrijk. Goed, maar deze werd ook het gezonde. Maar je kan wel die stickertjes brengen met alles op. Heel veel zin. Dankjewel, jij ook. Met welke artiest zouden ze willen kunnen samenwerken? Ja, omdat ik het Nederlands schrijf, moet dat even de Nederlandse teksten zijn, denk ik. Ja. Oh, dat is nog moeilijker. Kom ik direct eens op zien. Ik kan even laten bezinken, kom ik direct op zien. Of het bezinken. Ja, je hebt net je track, hè? Trappen. Ja. Ik weet dat goed, hè? Goed trainen, af en toe. Ja, dat ja. Maar dat doe ik prof gereden. Nee, prof niet gereden. Dat is wel een droom, zo'n stukje van deze heel zo, hè? Je weet van natuurlijk, hè? Maar nooit, nee. Ik was direct niet goed genoeg is een groot woord, maar dat is ook anders. Ik heb dan ook verkeerd, dat was helemaal die dingen en zo. En dat je zei, die sommige mannen in het verleden ligt. Nog wel dat extra power, zou ik maar zeggen. En zo. Dus, ik ga soms wel met een aanspreker. Dan ga je naar de spelers mee, dat is plezant. Maar wel een roze en zo. Maar het is wel tof. Wie is mijn favoriet? Dat is ook iets moeilijk. Je was altijd Pantani vroeger, hè? Van den Broek in mijn koek, dat ze na twee juist die overdrijven zijn en zo. Maar ja, dan komt dat ook nog zo, nog altijd. Iemand is nog van, dat ga ik ook. Nou ook, het lijkt dat je uit bent naar de Kempenaarts, dus ik moet Kempenaarts ook doen. Kempenaarts, ja, natuurlijk. En nee, maar zodat ik naar Remco en zo, snap, dat is allemaal goed opkomen in Kellert en zo. Dus, ja. Voilà. Wat is de Nederlandse lievelingsland? Dat pakt een klein miljoen, hè? Waar zouden we gaan met opdraaien? Ik denk dat dat Fort is. Je wil dat hier? Fort? Ja, Arvid Derget of Arvid Speet, hè? Met, wie is dat? Met Ice Cube, ja. Ice Cube? Ja, in die Canada eigenlijk. Dat vind ik met dat telefeestje en zo. Nee, niet dat ze vrienden werden, hè? Want dat kan ik het ook zo leuk. Nee, maar dat is zo weet eigenlijk. Dus ja, ik denk daar wel. Dat is die eerste investering, zeg ik. Ja, vind ik wel. Moi aussi. Ja. Is dat die domme kloot zo'n beetje zo? Oh. Boot. Jongens, was er in de 11? Allee, de 11. De van de Maas. Het zijn nog 7 beelden. Maar ze heeft zo'n serie, zijn kunstneerswezen. Dat is gewoon prachtig. Ik zie dat echt niet. Ik zit even met een prachtig, sorry. Maar ik wil even dat in zo. Even zo'n zin en zo, want dat is wel echt niet. Ja, dat is mooi. Ik ga mijn ook wel eens steken en zo. Met zo'n kroon. Nee. Waarom zijn er in Rusland geen bergen? Je ziet naar Poetin. Wat is het meeste geleerd tijdens het maken van onszelf onderweg? Meer vertrouwen op onszelf, niet op een ander. Ik heb te veel het handen gegeven, het is veel van misgelopen na een paar stukken stappen terug en waar we niet meer. Dat je zelf wil door de bed. Ja, sowieso, maar dat is ook. En in de wagen gewoon geloven, dat is de keyword. Met een ander kan hem altijd afbreken, dat doen ze ook, geloof me, dat doen ze. Maar die blijft een beetje dat weglaten en geloof me, waar komt het? Puur alleen om dat zin bezig zijn met jouw leven te vergroten, moet dan een wagen denken. En dan dat is eigenlijk de sleutel tot succes. We komen er wel, geloof me, waar komen er? En dan om terug te komen op die vraag, de vetering, dat vind ik echt een moeilijke. Ja, ik ga. Hef. Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar ja. Ja, dat weet ik hier nog maar. Ja. We zouden gaan nog als list een woordje willen delen. Een woordje bij zijn hand, van Mopke. Een Mopke? Filosoof of joker met name? Serieus dan, hè? Nee, ik wens jullie niet het beste eigenlijk. Ik bedoel, ik heb alles zo gezegd, het was een heel tof interview. Het was ook een toffe cd, onderweg de Lauwak nog eens met enkele iedereen aangedanken. Fio, dat is een filmen vandaag. De Bert van de altijd te zien met mijn clips. Mijn moeder, mijn zoon, snapte iedereen die dat deelt. Die jou ook nog eens in een bijzondere sfeer. Allee, ik vergeet er, sorry dat ik iemand vergeet of zo, maar iedereen dat echt op mijn steunt en zegt van God ervoor, die wil ik allemaal bedanken. Snapte, behalve de rest, iedereen is het beste. Dus, de Nameless. En de Loa. En de Fio. En Fio achter de camera. Hi. Peace. Peace, mannen.
ben het noorden kwijt. Ik denk terug aan de tijd. Ik zal mijn leven geven, dat staat geschreven. Ik zal van je houden, je kan me vertrouwen. Wij horen te samen, maar dromen verlaten. Tijd niet te draaien of tijd in te halen. In tijden van regen, dan zal ik stralen. Hart dat ook liefde, geur van je liefde. Stilte die valt in kleuren van liefde.